Is dit een soort van straf of zo? Ja, want je weet helemaal niks over. Het is je nee. Het is niet eens van mij. Jullie ken ik wel, ja. Maar wie ben jij? Neem me niet kwalijk, maar voor wie bent u hier? Wat denk je? Lorena? Dag, mam. Ik dacht dat je nog in Zuid-Amerika zat. Waarom heb je niet gebeld? Ik wilde je verrassen. Maar... Ja, ik had gezien in de bemoeizucht van de Sanders. Uiteindelijk heeft nog steeds dezelfde code. 14-9, 14-1, Nina. Prinses was zeker te moeilijk. Maar waar is Gilbert? Hij heet Gilbert. Gilbert en ik zijn een beetje passé. We zijn het elkaar. Nee, Zuid-Amerika begon me toch wel te vervelen. Het is wel lekker zo. Het komt wel goed uit. Ik kom eigenlijk weer een tijdje dicht bij mijn moeder in de buurt wonen. Ik kan de logeerkamer voor je in orde maken. Dat lijkt me een beetje te dichtbij, hè? Of, nou ja, goed, ik wil je natuurlijk ook niet tot last zijn. Ach, lieverd, dat doe je nooit. Je kunt altijd op me rekenen. En in dat geval kan ik misschien wat geld van je lenen. Ik zit een beetje krap. Ja, ze betalen je toch goed, heer? Ja, tuurlijk. Ik heb €200 voor je. En de logeerkamer. Zonder de logeerkamer. En voortaan wel gewoon via de voordeur komen, hè? Ja, mam. Zullen we morgenochtend samen ontbijten?